zijn vandaag in Roet, in het NatLab gebouw op Strijp S. En hier vindt de Tech for Good Hackathon 2018 plaats, waar vier fantastische teams aan de slag gaan met een challenge Track and Trace de keten. Mijn naam is Tim Murk en ik ben team captain, heb ik net begrepen, van het team Flavorians. Mijn naam is Leontine Bas en ik ben team captain van het team Odyssey Solutions. Ik ben Esmeralda Tijhoff, ik ben van Code Gorilla. Ik ben Vaco Berkers van team Inspect Algorithm. In 2 dagen gaan de teams aan de slag met de challenge die zij morgen gaan pitchen voor een 5-koppige jury. Daar komt de winnaar uit die kans maakt op de SIDN Pioniersprijs ter waarde van 10.000 euro. Wij doen mee omdat we de uitdaging heel erg terecht vinden. Wij gaan winnen omdat wij een stukje democratie terugbrengen naar de mensen. Wij doen mee omdat we zien dat algoritmes een steeds belangrijkere rol spelen in ons leven. Maar dat enorme black boxes zijn. Wij doen mee met deze hackathon omdat wij graag impact willen maken en een oplossing willen bedenken om de productketen transparant te maken. Blockchain kan op heel veel vraagstukken een hele grote doorslaggevende rol spelen. Alleen als het gaat om productketens heeft blockchain altijd een tekortkoming, namelijk de menselijke hand. Als je eenmaal uit het systeem valt, hoe kom je dan terug? Die algoritmes sluiten je buiten. En wij willen dus die open maken, die black box van wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen. Daar geven wij inzicht in.